Ja, maar dat zijn niet de dingen die jou het meest op waren gevallen. Nee, je hebt een mannetje gezien? Ja, ik heb een mannetje gezien. Ja, ja en een moeilijke naam had hij. Mietje-Jan. Ja, ja, en Frits Korbach zou zeggen, hij is op de brommer. Ja. Ja, hij is op de brommer. Ja, en hij is echt op de brommer. En als je op de brommer bent, is een kwaliteit. Ja. Nee, waar of niet? Hoe je het ook went of keert. Als je, wel, ik zeg je dat hij nu al twee klassen beter is als Luke Koki. Nu al? Ja, want die is niet op de brommer. Nee. Die heeft een klein brommetje. Heeft hij. Ja. Die heeft zo'n fiets met een beetje... Hij heeft een opgevoerde, hè? Hij heeft een opgevoerde. Hij heeft echt een opgevoerde brommer. Ja, kijk, daar gaat hij. Hier. Kijk, daar gaat hij, hoor. Nee. Kijk. Daar gaat hij. Ja, op. Daar gaat hij. Maar hoe je het ook bent of keert, dat hij is 20 jaar. Hij nee, wordt nog 20. Laat nog één keer zien. Hij wordt... Nee. Hij is nog beneden. Ja, maar Narsing. Wat heeft Narsing nou? Ja, geen brommer. Nee, maar die is... Nee, let op. Daar gaat hij, hoor. Hier gaat hij te hard. Hier zou die normaal gefitst moeten worden. Ja. Maar... Nee, maar hoe je het ook went of keert... hoe je het ook went of keert... Luciano Narsing, die is gewoon snel. Ja. En voor de rest niks. Maar dat is wel een kwaliteit gewoon. Heel erg... En deze jongen is net wat jij zegt. Ik heb ook zitten kijken, hoe oud is die? Nou, ja. Hij is net 20. En als je dan hij zo... wordt nog 20, maar dat al, wordt nog 20 worden. Als je dan zo snel bent... En ik zag ook, maar weet niet of ik het goed gelezen heb, bij zijn dingen zag ik ook, hij is rechtsbenig. Nou, als je rechtsbenig bent en je kan ze links zo voorgeven, zoals ik hem deze zag voorgeven. Komt hij aan? Kijk, daar gaat hij weer. Let op, let op. Hup, ja. Niks aan de hand. Nee, is nee goed. Totaal niks aan de hand. Kom op, hé. Ja. Talentje. 19 jaar. Ja, als bek lig je wakker van zo'n jongen. Ja, natuurlijk. Daar word je toch helemaal niet goed van. Ja. Als hij daar tegen moet spelen. En zeker in uitwedstrijd op de counter zijn die goud waard. Ja, maar jij zegt halen onmiddellijk. Hij zit bij Willem II onder contract. Nou, onmiddellijk. Als ik Luke Koki bezig zie tegen RKC, denk ik... Nou, ik heb dat ventje zien spelen. Nou, als je dit soort jongens die zo'n aangeboren snelheid nog een hebben, beetje techniek bij kunnen brengen. Techniek ja, een beetje erbij slijpen, heb je een speler van 5 miljoen. Ja, natuurlijk. Makkelijk zat. Eigenlijk was het ook... Zullen we met z'n allen nee, eigenlijk was het op een gegeven moment ook met hoe heet die, Johan? Slorry. Weet je, die was eigenlijk ook alleen maar snel. Die heeft toen toch nog een keer met Nederland zelf dan meegedaan. Die ben ik kwijt. Ja, ja. Ja, die zat op een gegeven moment... Die was er toen in het profiel, hè? Zat hij. Ja. En toen is hij naar Australië gegaan. Ja, op een gegeven moment was die, hij was zijn snelheid kwijt. Ja. Hey, hoe dat kwam. Motor afgeslagen. Twee takje, ja. Slorry niet meer gezien. Kastelen was ook zo'n type. Ja, weet die je is wel. Nu weer naar Rusland. Novikrot. Ja. Maar die schaken, ik zeg jou, hij is sneller. Ja, ja, en ja, bewegelijker en lichtvoetiger.